Goedemiddag. Bij ons staat Oksana Gusenko en Peter Hens, een geboren entertainer. Oksana, jij bent voorzitter van een feitelijke vereniging. De welke? De Kinderwereld. Onze vereniging bestaat al bijna 5 jaar en we werken met Russisch-talige mensen, meestal kindjes en hun ouders ook natuurlijk. We organiseren regelmatig kinderkampen zonder en met overnachtingen, verschillende activiteiten voor de kindjes en natuurlijk leuke voorstellingen. En dit is al het derde jaar dat wij met Annabelle Show werken. Tijdens de nieuwjaarsfeesten organiseren we samen een leuke voorstellingen. En de kindjes zijn altijd blij. En dit jaar willen we graag meer open zijn voor het Nederlandstalige publiek. En iedereen zijn welkom omdat onze show in het Nederlands is. Jullie doen een show op zondag 27 oktober. Vertel daar eens wat meer over. Peter? Ja, we doen eigenlijk een klimaatshow. Dus dat gaat eigenlijk, het is een show voor kinderen en volwassenen. En het gaat een beetje over de problematiek van het klimaat en de opwarming van de aarde. En dan gecombineerd met humor en een zeebellenshow. Want Annabella doet een zeebellenshow. Doen jullie deze show regelmatig alleen in Mortsel of ook nog in andere steden? We hebben die show vorig jaar geschreven en dan was het eigenlijk een wintershow voor kids. Die hebben we een paar keer gespeeld, dus dat was een beetje rond het thema kerstmis en winter. En die hebben we dan eigenlijk een beetje vertaald naar het een klimaatshow om die eigenlijk meerdere keren per jaar te kunnen spelen. Want de wintershow kunnen we enkel maar in de kerstvakantie spelen, dus daarom hebben we wat aangepast. Ja. Maar de rode draad is een beetje hetzelfde. Hij is voor de kleintjes, of genieten de volwassenen hier ook van? Ja, dat is een familievoorstelling, dus iedereen is welkom, van 2 tot 102. Ja. De grootste zeepbellenshow. Met zeepbellen werken lijkt mij niet gemakkelijke opdracht voor jullie. Hoe doen jullie dat? Goh, ja, dat is eigenlijk een zeebellenshow. Dat is niet echt veel gezien. Dat is eigenlijk een soort van magie, goochelshow, niet echt, maar eigenlijk manipuleren en trucs doen met zeebellen. Dus je zult verwonderd staan wat je allemaal kunt doen met zeep en drift. We zullen zeker komen kijken. Doen jullie ook nog andere dingen? Dat is vraag voor mij. Onze vereniging doet wel dingen met kindjes. Ja, en we zijn ook open voor iemand die geen Russisch spreekt. We organiseren thematische kinderkampen in Mortsel en op de Linkeroever ook. We zijn de erkende vereniging en werken met ondersteuning van de staat Antwerpen ook. Ja. Peter, wat doe jij in de showbusiness? Jij treedt ook regelmatig op, solo of ook met andere artiesten? Ik doe stand-up comedy, dus zowel stand-up comedy voor volwassenen als voor tieners heb ik ook een eigen show. Dus eigenlijk treed ik meestal alleen op. Weliswaar is dat soms met andere comedians in een line-up of zo, maar meestal speel ik zelf. Dus ik speel een show voor volwassenen, ik doe rookie comedy, dat is voor tieners, en ik doe ook samen met Annabelle eigenlijk voor de kleinste kinderen een animatieshow eigenlijk. Oksana, komen er nog shows volgend jaar toe? Ja, ik hoop het. Nee, ik hoop het echt om regelmatig iets voor te stellen voor de Mortselaren. Ja. Peter, afgelopen vrijdag was een heel speciaal moment voor jou. Vertel het eens. Ja, ik was vrijdag te zien op de aflevering van Belgian Got Talent. Dus dat is een algemeen bekende show op VTM. Ik heb samen met Annabella doorgespeeld met een aparte act. Zij was er spijtig nog niet door, maar ik ben wel door naar de volgende ronde. Dus we zullen zien, hè. Spannend. Mortsel TV zal het zeker volgen en ondersteunen. Wij wensen jullie nog heel veel succes toe en bedankt voor het interview. Ja, merci. Alsjeblieft.